Obetje valt uit, jij valt in. Je bent van Feyenoord overkomen dan nu. Je speelt te weinig. Vind je dat zelf ook? Ja, ik wil wel natuurlijk meer spelen. Ik denk gewoon dat ik het moet laten zien in de trainingen. En als ik gewoon erin kom, moet ik gewoon mijn kansen benutten. En dat probeer ik te doen. Wat is het nut van dit verhuur? Volwassen worden. Ik denk dat ik hier steeds volwassener word. En ja, je krijgt gewoon minuten en dan kan je jezelf meer laten zien. En vertrouwen. Wat ik eigenlijk... Niet het volle vertrouwen, dat wil je, neem ik aan. Ja, dat sowieso. Alleen, kan ook niet in één keer. Dus ik doe het gewoon rustig aan, stap voor stap. Denk je wel eens terug op Feyenoord? Denk je vaak terug op Feyenoord? Van, hoe volgend jaar misschien wel terug? Ja, tuurlijk. Ik heb bijna heel mijn leven bij Feyenoord gevoetbald. Dus ik denk altijd nog terug aan Feyenoord, zeker. Ga je nog wel eens langs? Of, wat zeg je? Ga je nog wel eens langs? Of? Ik woon, mijn ouders wonen letterlijk op loopafstand van de stadion. Dus als ik terug ga naar mijn ouders, dan kom ik altijd langs het stadion. En dat is, is dat nog steeds het doel, het slagen bij Feyenoord? Ja, tuurlijk. Zeker. Gaat het lukken? Ik hoop het.